Het is 25 jaar geleden dat ik hier op Egnaton op school gezeten heb in de topsportklas. Ik zat toen bij Ajax. Ja, ik. Ja, dat kan je nou niet meer zien. Maar ik zat in de topsportklas met allemaal topatleten en ik ben heel erg benieuwd hoe het met hun is. Zijn ze prof geworden of hebben ze iets gehad aan hun topsportcarrière? Al die vragen ga ik beantwoorden in deze nieuwe serie. Terug naar de topsportklas met Mo Hersie. En vandaag, de eerste aflevering, ga ik in gesprek met mijn oude mentor, Hans Breuring. En die staat daar te wachten. Dus let's go! Wat is het veranderd hier? Ja, het is heel veel kleur aangebracht. Aan de servicebalie kan je nog steeds melden dat je te laat bent? Ja, ja, ja. Was jij veel te laat? Ik heb heel veel gele kaarten gekregen. Een gele kaart kreeg als je te laat was. En ja, als je drie keer geel was, dan weer rood. Ja. En dan moest je naam blijven. Ja. Ja. Topsport en schoolopleiding zijn vaak moeilijk te combineren. Toch komen op dit gebied steeds meer faciliteiten, zo ook in Almere stad. Op het Egnaton in Almere loopt een uniek project. Kinderen die aan topsport doen, worden door de school begeleid. Op dit moment hebben ze twee topsportklassen waarvan meer dan de helft van de leerlingen voetbal speelt. Even terug. Ja, dat ben ik. En toen was ik ongeveer zo'n, volgens mij, 12 jaar oud. Wat leuk, jongen. Wat leuk. Herken jij nog een aantal mensen? 25 jaar geleden. Ja. Een paar, Sebastian Steur, ja. Kenny Berghorst, honkballer, eventjes in Amerika geweest, ja. Even kijken, Dusty Bellman is die, ja. Het Wiegers Maduro. Het Wiegers Maduro heeft Nederlands elftal gespeeld, Valencia, noem maar op. Gymleraar René Maartens is initiatiefnemer van dit project op school. De topsporters zitten in een aparte klas en daardoor is het mogelijk om ze allerlei roosterfaciliteiten aan te bieden. René Maartens, 25 jaar geleden bedacht jij de topsportklas hier. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Heb je dat in een vergadering opeens erin gegooid? Nou, het kwam eigenlijk, wij hadden al een flink aantal topsporters. Clarence Zeedorf, Noordien Wouter, Orlando Trustful. Clarence die moest zoveel trainen dat wij niet meer de begeleiding konden geven. En ik vond het heel belangrijk dat we kinderen zo gingen begeleiden dat ze zowel een succesvolle schoolloopbaan hebben als een succesvolle sportcarrière. Ja. Dus we hadden niks. Dus vandaar dat Clarence ook naar Amsterdam is gegaan. En ik vond het zonde. Toen dacht ik, ik ga een topsportklasse bedenken waarin kinderen begeleid worden. Ze krijgen huiswerkbegeleiding. En wat ook super belangrijk is, we hadden ook een aantal kinderen, dat waren nog geen topsporters. Maar die waren eigenlijk wel heel gepassioneerd. Maar ook heel erg goed. Elke jongen droomt er eigenlijk van om ooit bij een profclub in de jeugdopleiding te zitten. En ik mocht bij Ajax spelen, 2 seizoenen. Heb ik daar mogen voetballen en daarna ja, was ik net niet goed genoeg. Toen ging ik naar FC Volendam en toen daarna ging ik naar NEC Nijmegen. Ik heb het hoogst wat ik gehaald heb is de onder 19 van NEC Nijmegen. En ja, daarna kwam ik er eigenlijk achter dat ik net niet goed genoeg was. Maar van de leerlingen die voorbij gaan, dan zie je iemand binnenkomen met een droom. Veelal weet je ook eigenlijk van de kans is heel klein, ja, dat ze het gaan redden. Ja, ja. Je bent lang heb je meegelopen, ja, hier. Ja. Wat is nou iets wat je mee hebt gemaakt waarvan je zegt van nou, dat is wel, ja, dat vond ik zo apart of bijzonder? Nou, eigenlijk wel de carrière van Hedwiges. Want Hedwiges was op school een best wel heel zachtaardige jongen. En als je kijkt naar zijn voetbalcarrière, dan moet je toch een mentaliteit hebben van staal om dat te halen en om het vol te houden. En hij heeft het best lang volgehouden. Ik ben dus gewoon als voetballer ben ik ja, wel totaal mislukt. Ik heb het niet gehaald. Ik was te langzaam. Ik had ook niet echt de discipline om keihard te trainen. Ik vond dat het wel gezellig had in de kleedkamers. En ja, dus ik droomde wel van om profvoetballer te worden, maar of ik daar echt alles voor over had, nou, dat vond ik een beetje te ver gaan. Wij waren de pilot, ja. Wij waren de eerste klas in, ja, Nederland, ja, 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 die hiermee begon. Ja. Werd er nog veel gecommuniceerd met jou tijdens die topsportklas? Nee, we zijn niet heel veel gecoacht hoor. Nee, het was echt van je wil dit. En we hebben best wel gesprekken gehad. René Maartens heeft daar best wel een rol in gespeeld natuurlijk, grote rol zelfs. Maar puur aan de onderwijskant van hoe ga je met een topsporter om, dat was toch een beetje zoek het maar uit. Als je kijkt naar de leraren, hebben die dan nu wat meer verstand ervan of meer begrip voor de sporters dan 25 jaar geleden? Nee, zeker meer begrip. Weet je, laat ik eerlijk zijn, het is toch ook heel erg gaaf. Hey, dus mijn mentorleerling speelt nu in het Nederlands elftal. Ja.
Dus ja, dat vinden ze wel mooi. Ja, precies. Dus ja, nee, je merkt dat 25 jaar geleden moest je nog wel mensen overtuigen en veel gaan praten. Maar dat is, ja, het is nu gewoon, het zit in de DNA van Echnaton. Ja. Weet je, het inspireerde ook andere scholen. Dus ik ben ook niet, ik vind het ook niet vervelend dat andere scholen dit ook gaan doen. Ik vind het meer als een compliment. Als zij kopiëren wat wij hier doen, dan zie ik dat alleen maar als compliment van dat wij het goed hebben. Je ziet het niet als een bedreiging, want heel Nederland heeft eigenlijk, in allerlei scholen hebben ze dat overgenomen, niet alleen... Ik hoop zo maar dat elke school in Nederland een sportklas heeft, dat elke school het mogelijk maakt om topsportleerlingen echt tot volle wasdom te laten komen. Ja. Want ja, het gaat om kind, hè? Het gaat niet om de naam van een school of wat dan ook.